Het stoplicht, de mixer, de wc-rolhouder. Het zijn uitvindingen die ons dagelijks leven gemakkelijker maken. En wat hebben ze nog meer gemeen? Ze zijn uitgevonden door Afro-Amerikanen. De Verenigde Naties heeft 2011 uitgeroepen tot het internationale jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE, organiseert samen met Equality de tentoonstelling Zwarte Uitvinders. Ik krijg kippenvel. Ik ben erg onder de indruk om deze mannen en vrouwen te zien die in een tijd dat het moeilijk was als zwarte man en als zwarte vrouw om je te ontwikkelen, je te manifesteren, dat die tot zulke uitvindingen zijn gekomen waar we vandaag de dag nog plezier van hebben. Wie van ons weet dat het stoplicht, wat we allemaal kennen, dat die gemaakt is door Garrett Morgan, een zwarte man. Het was voor zwarte mensen in die tijd heel moeilijk om dit soort uitvindingen te kunnen ontwikkelen. Vreselijk moeilijk, dat kan je bijna niet voorstellen. Het was in de slaventijd en het vervolg van de slaventijd. Dus er werd minderwaardig, inferieur gekeken naar zwarte mannen en vrouwen. En naar vrouwen werd er vaak nog inferieurder gekeken dan naar mannen. En hier is een prachtig voorbeeld van Mary Kenner, die op jonge leeftijd het ongeluk kreeg dat ze verbrand werd. Moet je je voorstellen, de ouders gaan met Mary naar het ziekenhuis en de artsen weigeren haar te behandelen. Iedereen dacht dat ze dood zou gaan, maar Mary overleefde. En ook Mary hield een verminkt gezicht over. Ze was verminkt en zwart. Twee handicaps op dat moment in Amerika. Maar Mary zette door. Een van haar eerste fondsen was het begin van wat we nu als maandverband kennen. En verder ontwikkelde Mary ook nog een wc-rolhouder. Sommige van deze uitvinders hebben zelf de slavernij meegemaakt. Zo werd de Amerikaanse uitvinder Jan Matzeliger als slaaf geboren in Suriname, op plantage Twijfelachtig. Matzeliger vond een machine uit die de zool en de schoen in 1 minuut aan elkaar bevestigde. Ik vind dat ook zo prachtig dat hij dat juist ontwikkeld heeft. Want we weten dat slaven mochten geen schoenen aan, moesten op blote voeten lopen. Schoenen waren voor de elite alleen, niet te betalen. En doordat wat hij ontwikkeld heeft, is het nu voor iedereen toegankelijk. De tentoonstelling is ook bedoeld om zwarte jongeren anno 2011 te laten zien dat ze alles kunnen worden wat ze willen en dat ze niet alleen in die typische zwarte beroepen kunnen uitblinken. Wat je nu hebt, is dat in de beeldvorming, in de gedachten van jongens en meisjes, dat ze denken dat je, als je zwart bent, dan moet je via de sport of via de muziek, dan alleen kan je uitblinken. Het is belangrijk dat jongens en meisjes zien dat ze alles kunnen worden. Want als deze mensen in deze moeilijke tijd dit hebben kunnen bereiken, dan kunnen jongens en meisjes vandaag de dag dat echt ook in andere sectoren. En zwarte mannen en vrouwen zijn echt niet alleen de muzikanten en de sportmannen en vrouwen. Verje wil graag dat jongeren van nu zelf op zoek gaan naar hedendaagse voorbeelden van knappe koppen met Afrikaanse roots. Want nu hebben we allemaal een beeld, als je dat op straat aan mensen zou vragen, dan denkt men allemaal dat dat witte mannen en witte vrouwen zijn die dat doen. We moeten daar oog voor krijgen en deze tentoonstelling wil ons daar bewust van maken en wil ons ook inspireren om, ga naar Facebook, ga overal met je vrienden op social media, chat met elkaar erover, twitter erover. Waar zijn onze zwarte mannen en vrouwen van vandaag? Wie zijn het die de uitvindingen van nu maken?